Goedemiddag allemaal en welkom terug bij deze laatste aflevering van Let's Play Terraria. Ik ben er weer, ZeldaPlay20, en in deze aflevering gaan we dus de gevreesde bosrush doen. We wachten op de avond en zoals jullie zien heb ik een beetje modified gedaan aan onze, vuurwerkdinges. Ik heb ze nou in een patroontje neergezet. Het was niet echt makkelijk om te doen, omdat ik heb hier 5 1 seconde timers en ik heb er hier 5 neergezet. We hebben hier onze golem dingen al staan. We hebben alle bazen bij ons. Het enige waar we op hoeven te wachten is op de avond. Nou is er één baas best moeilijk om te krijgen. Dat is de Clothier. Die moet dus zeg maar gekilled worden. Als je dus zeg maar de voodoo doll van de Clothier draagt, dan kun je hem dus zeg maar killen. En dan maak je dus zeg maar Skeletron wakker. Dus ja, daarom heb ik dat daar neergezet. Dus daarom moet ik heel even van basis af. Totdat het nacht wordt als panty, als het goed is in dat huisje. Kunnen we hem killen, kunnen we alle bazen oproepen. Ik heb mijn buffs. Ik heb mijn flare-on heb ik bij me. Ik heb mijn beetle armor aan. En nou, we hopen dat we niet dood gaan door. Ik denk dat het 7 bazen tegelijkertijd gaat worden. Aangezien dat je de Wall of Flesh, Plantera en Dupefish gewoon alleen maar op een bepaalde locatie kan bevechten. Doen we dat dus zeg maar daarna. Dus oké, nou, de Traveling Merchant is departed. Dat is mooi. Dus dan wachten we heel eventjes op de avondmuziek. En dan is het gewoon een kwestie van alles op te roepen. Deze is dus de Suspicion Looking Eye, oftewel de Eye of Cthulhu. Dit is de Eater of Worlds. Ik verwar hem heel erg vaak met de Destroyer, omdat ze heel erg veel op elkaar lijken. Dit is de Twinron. Twinron, mij nou. Skeletron Prime, de Twins, de Destroyer en de Golem. En dus natuurlijk gewoon de normale Skeletron. Of Skeleton Prime. Ja, weet je hoe dat heet. Die roepen we dus nou in één keer zeg maar allemaal op. Dus we wachten op de zonsondergang. En ik weet dat jullie zitten allemaal gehyped op de stoelen. Ik heb de randomizer zijn werk laten doen. Dus ik heb het al op een lijstje klaarstaan. Ik heb de 2 nieuwe comments heb ik ook al op een lijstje klaarstaan. Ik zeg niet hoe en wat. Dat wordt allemaal uitgelegd in deze aflevering. Ik wil jullie gewoon bedanken voor al de support die ik heb gekregen deze 45 afleveringen, jongens. Echt. Ik heb heel veel reacties gekregen van nee, Terraria mag niet eindigen. Het spijt me, maar aan elke serie komt een eind. Maar op de Engelse kanaal gaat nog steeds de co-op versie verder. Waar gisteren, of ja, eigenlijk vandaag, een nieuwe aflevering ook is geüpload. Dus mocht je meer Terraria willen, dan kun je altijd op dat kanaal terecht. Houd er wel rekening mee, dat kanaal is natuurlijk in het Engels. En natuurlijk komt ook nog de hint uit voor de volgende Let's Play. Nou, de avond die begint te vallen. Dus dan hoop ik dat de Clothier snel opschiet en naar zijn nieuw huisje toe gaat. Al denk ik dat het geen issue gaat worden, want hey, we hebben de flare on. Dus Vijver is in het... Waar is Vijver? Oh, daar. Vijver zit verstoppertje te spelen. Zien jullie daar? Vijver. We zien je wel. Oké. Oké, de avond is ingetreden. Nou hoop ik dat de Clothier op zijn locatie staat. Tenminste, ik hoop het wel voor zijn gezondheid. Even kijken. Dus, oké. Nou, hier hebben we onze vuurwerkshow. Is hij er? Ja, hij staat daar. Oké, dus als ik me niet vergis... Ja, daar hebben we al Skeletron. Oké, dan moeten we eventjes snel even deze swappen. Oké. En dan gaan we nu snel... Buffs. En gaan we alles oproepen. Ik kan niet alles oproepen. Oh boy. Waar is... Oké, alles is opgeroepen. Oké. Dan gaan we alles killen. Oh boy, zoveel bazen tegelijkertijd. Ik weet niet waar ik moet vinden, jongens. Oké, nou, we gaan gewoon de flare om gebruiken en hopelijk... Oké, Eye of Cthulhu hebben we al klaar. Ik zie daar nog Skeleton Prime, ik zie de Twins. Ik neem best wel veel schade, daar ben ik niet blij mee. Oké, nou, en... Ga dood. Oké, daar hebben we de Golem nog. Nou ja, ondertussen zitten we weer op full health, dus... Waar maak ik me zorgen over? Oh, ik zie hier zoveel baas. Ik weet niet waar ik moet zoeken. Dus ik denk dat de gewone Skeleton ook nog leeft. Dat weet ik niet zeker. Tenminste, ik zie hem. Oh, daar leeft hij. Daarboven. Oké, even jullie even pakken. Hallo. Ik schiet gewoon door, hoor. Alles tot bubbels. Oh, ik zie dat de Twins al ook al in de tweede fase zitten. Oké. Oh, echt. Er gaat zoveel chaos. Oké, nou, we zitten op 800 health. Oké, één van de Twins is kapot. Daar gaan de andere Twins. Skeletron is defeated. De Twins zijn defeated. Als ik hun help even op mag pakken. Ah, fijn. Oké, nou weet je wat? Ik ga maar even focussen op de Golem. Dude, ga jij eens even weg. De Golem die is een van de gevaarlijkste bazen, zeg maar, die ons best nog wel veel schade kan doen, dus. Ik word overal geraakt hier. Oh, 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 oh. Ben jij al in je tweede fase? Nee, nog niet. Oké, jij bent aan het spinnen. Weet je wat? Anders ga jij even eens dood. Ga jij even dood. Sterf. Sterf jij Skeletron beest. Oké, Skeletron is dood. We hebben nog 200 zoveel health. Hé, we hebben een Skeletron masker. Ja.
Oké, waar is Golempie? Ah, daar is Golempie. Golempie! Oh, je zit nou in je tweede vorm. Oké, dat is fijn om te weten. En Golempie is ook verslagen. Nou hebben we hier nog de Twins. Of de Twins van mij nou, de Destroyer. Was dat alles? Hebben we alles al verslagen? Was dat alles? Nou, ik snap niet waarom dat we deze niet kunnen oproepen. Moet ik dat dan per se ondergrond doen of zo? Ja, ik roep gewoon nog een paar baas op hoor. Mij maakt het niet uit. Kijk nog een keer oproepen? Nee. Ik bedoel, het is een bosrun. Wij killen alles. Met ons vuurwerk. Oké, hij heeft Cthulhu alweer te feed it. Nog één. Dus we gaan gewoon deze gebruiken zo. Hey! Weer een hij heeft Cthulhu dood. Hoppakee, nog een keer. Ik weet echt niet wat ik allemaal oppak, jongens. Ik weet echt niet wat ik hier allemaal aan het doen ben. Zoveel vuurwerk, zoveel bazen. Nog een hij heeft Cthulhu erbij, waarom ook niet? Ik bedoel, we hebben sowieso nog Duke, Visheron, Plantera en de Wall of Flesh nog te doen. Dus genoeg bazen die we nog moeten killen. En het spijt me voor Jake, maar ja, het is gevraagd. Jij hebt Cthulhu al dood. Nu wel. Nog één. Wij gaan gewoon door. Volgens mij mag er per se een corruptiebine zitten. Hoppakee, je hebt het ook weer dood. Is die andere ook al dood? Nee, ah, nou is hij dood. Oké, nou, hebben we er nog twee? Ja, we maken ze gewoon op. We maken ze gewoon op. Komt u maar. Waar ben je? Daar ben je. Hoppakee, nog eentje. Oh, dat was eventjes net een hele chaos. Waar ben je? Daar. Hoppakee. Oké. Volgens mij heb ik geen baas meer. Ik heb niks meer. We hebben drie keer de Eye of Cthulhu trofee. Ik heb hier een Twins trofee. Skeleton Prime Trophy, die hadden we nog niet. Dus nu wel, die hadden we nog niet. Heel veel Hallowed Bars te pakken gekregen. Souls of Zooi. Ja, die zullen er boven ook nog allemaal wel zweven. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Hey, dat was leuk. Ik moet zeggen, dat vond ik hartstikke leuk. Ik vond het leuk om dat zeker te doen. Zeker een leuke afsluiting. Dus eerst ga ik wel even Zooi verkopen. Want ja, onze inventory die zit behoorlijk vol. Ik heb zoveel health potions. Verkopen, verkopen, verkopen. Deze wil ik houden. Even kijken, die mogen verkocht worden, die mag verkocht worden, die moeten we nog oproepen. Even kijken, ik snap niet waarom dat die niet meer boven rond wil komen, maar maakt niet uit. Dat doe ik snel fixen. Even kijken, die mag weg. Oh, ik verkoop het nou niet, ik gooi het nou weg. Okay. Als ik het zo doe, ja, dan verkoopt hij het wel, oké. Souls of Might, niet meer nodig. Hello Bars, die zou ik wel laten. Middellust niet nodig, Hurtful Golemfish hebben we ervan gekregen. Volgens mij hebben we die Spasm Trophy al. Nou ja, deze mag even daar weer terug, want dan weet ik zeker dat ik niet de verkeerde zooi ga verkopen. Oké. Volgens mij heb ik nou alles verkocht wat ik wou verkopen. Ik weet namelijk niet of ik... dat weet ik niet. Oh, ik had trouwens in de vorige aflevering had ik nog een comment gekregen. Iemand die zei van... dit is je summon playthrough en dan gebruik je een magic weapon. En die had het over de Hydra stref. Of de Frost Hydra. Je kunt duidelijk zien, die geeft summon damage. 117 op dit moment om precies te zijn. Dat is dus geen magic item, maar dat is een summon item. Dus, dan weet je dat. Even kijken. Nee, die specific dings die hebben we al. Maar deze hebben we nog niet. En die wil ik hieronder ophangen, want dat is een van de basis trofeeën die we nog niet hebben gehad. Goed, wij gaan nu de eerste comment van de dag ophangen. Heb ik daar nog botjes voor? Heb ik hout bij me? Nee, natuurlijk niet, hè. Ik heb hier nog 10 hout. Weet je wat? Dat kan ik ook voor spooky wood maken. Waarom ook niet? Oké, trouwens, die botjes die staan er al. Oh, ik ben echt dom. Schildreddend werk. Oké, nou, aflevering 43. Gaan we er even gelijk bij pakken. Die komt van... zo, dus de eerste vraagtekens... dan moet ik eerst al die vraagtekens weghalen. Wat leuk, wat leuk, wat leuk. Oh, echt serieus, serieus, serieus. Oké, je naam komt nu in beeld. Mario Hirio, Mario Dario. En die had geschreven. Die pakken we er even gelijk bij. Dus even muziek valt weer heel even weg. Zo. En die had geschreven, ben ik snel? Vraagteken. PS, je bent de beste. Ah, dankjewel Mario Hirio, Mario Dario. Dat vind ik heel fijn om te horen. En ik vind jou de beste voor deze comment te plaatsen. Net zoals vele andere comments hebben geplaatst. Ik weet niet hoe dat ik elke keer jullie nog moet complimenteren. Ik doe mijn best, though. Dus je staat op de 12 comments. Dat betekent dat je vandaag dus kans hebt op een van de giveaways. Dus wanneer dat de giveaway wordt gegeven, dat zal ik zeker laten zien. Nou, ik denk dat we hem hier op moeten roepen. Ja hoor, die kon je alleen maar hier oproepen. Oké, dan kom maar.
Eater of Worlds. Wat een spanning. Weet je wel, ik geef hem even wat ruimte. Hey! En toen was je dood. Nog niet dood? Duurt lang. Jongen, heb je jouw trofee gekregen? Nee, wel je masker. Maar die wil ik niet. Oh man. Health potions weg ermee, joh. Oké, nou die hebben we dus ook gehad. Dus nou is het dus nog zeg maar tot wij de Wall of Flesh moeten killen. Ik denk dat ik die met deze ga killen voor de grap. Gewoon voor de grap. Ik bedoel, het mag dan wel een bosrun zijn, maar ik wil wel dingen voor de lol doen. En Voodoo Guidel. Sorry Jake. Jake, dit is niks persoonlijks, maar het hoort bij de bosrun. En de enige manier om de Wall of Flesh op te roepen, dat is door een kite in de lava te deponeren. Dus ja, mijn excuses daarvoor. Ik kan er helaas niks anders aan maken. Dus het nadeel is, er is verder niet meer te doen in Terraria, zover dat ik weet. Er komt een update aan waardoor dat er weer meer komt. En dat is 1.3. En die komt in juni, heb ik gehoord, dat nou een release date is vrijgegeven. Dus laten we hopen dat dat ook daadwerkelijk zo is. Maar ja, voor de rest, het zou alleen nou nog maar farmen, baasruns zijn en alle items proberen te krijgen. Er is niet dat je nou nog verder zou kunnen gaan. Ja, de final wave bij de Frostmoon pakken krijgen. En dat hebben we al vaak zat gezien. En dan moet ik alleen een trap room maken. En laat ik het zo zeggen, er is niet veel nieuws meer wat ik kan laten zien. Tenzij dat we dus zeg maar een co-op doen die op dit moment speelt op de Engelse kanaal van Zelda TV. Dus ja, raar om eigenlijk zo te noemen. Maar dat maakt niet uit. Nou, ondertussen gaan we naar hel om eventjes weer... Oh, die hebben we zo vaak moeten verslaan. Die Wall of Flesh, weten jullie nog. Oké, nou weet je wat? Gooi hem gewoon hierin. Sorry, guy. Wall of Flesh is binnen woken. En als ik me niet vergis, komt hij dan van deze kant af. Hallo. Zie de schade. Oh. Hij doet mij nog niet eens damage. Hij is dood. Oh. Nou, weet je wel, voor de grap gaan we kijken wat we hebben gekregen. Zie je al die pumpkins? Dat doet die horseman blade, dat is echt grappig. We hebben weer een assault rifle. Joepie! Oké, nou, er zijn nog maar twee bazen te gaan. En dat is dus zeg maar Duke Fishron en de Plantera. Dus ja, ik ga naar de jungle en we gaan gewoon ergens een Plantera verslaan. Dus, ik vind die vuurwerk echt zo mooi gemaakt, hoor. Ik weet niet, heb ik een trap? Of, ja, ik kan wel heel eventjes deze pakken. En kun je precies laten zien hoe dat het dus zeg maar opgezet is. Dus dan doe ik hem even weg. En als ik die dan vasthoud, dan kun je dus precies zien hoe dat ik dus alles bedraad heb. Dus elke seconde timer activeert de twee tegelijk. En die heb ik dan zeg maar in een bepaald ritme heb ik ze geactiveerd. Waardoor dat ze dus zeg maar een patroon volgen. En ja, zo krijgen we dus zeg maar deze vuurwerkshow die we dus nu hebben. Met alle bubbels. Ik moet zeggen, ik vind het leuk om te doen zo. Dus ik vond het heel erg leuk. Nou, hebben we het voordeel dat we dus niet bang hoeven te zijn tot dus zeg maar een van de bazen overdag niet spant of s'avonds niet spant. Ze spannen gewoon de hele dag door. Dus we kunnen gewoon naar de jungle toe gaan. En dan na Plantera ben ik bang dat we dus zeg maar naar de tweede komt gaan. En dan naar Duke Fishron. Ja, hebben we eigenlijk alle bazen verslagen. En... Nou, trouwens, ik heb de Slime King nog niet gedaan. Dan heb ik heel veel goud voor nodig. Heb ik nog wel genoeg goud? Hoe maakt hij die ook alweer, die Slime King? De Slime King hebben we volgens mij nog helemaal niet gehad. Dat is misschien niet. Dan moeten we eventjes misschien farmen voor wat goud. Maar nee, we hebben Spelunker Potion, serieus. We hebben de snelste pickaxe van het spel. Dus... Waarom zouden we ons druk erover maken? Gewoon een beetje farmen voor goud. En hoppakee, we hebben zo onze... Maxwell de... Oké, dan hebben we Maxwell from Team Magma. Oké, dan moesten we gewoon heel eventjes. Dus... Ja, heel veel die vragen mij wel eens of ik dan weer een keer een Pokémon spel zou willen doen. Maar het nadeel is, ik heb geen plannen om dus zeg maar weer een Game Boy spel te gaan doen. Of een Game Boy Advance spel. Dus ja, het nadeel is, wanneer dat ik weer een Pokémon wil gaan doen, dat zou dan echt pas op het moment zijn... Als ik dus zeg maar in bezit ben van een DS of 3DS capture card. Dus, of ja, capture device dinges. En dat zit er voorlopig echt nog niet in. Dus mijn excuses daarvoor. Maar dat komt echt wel een keer. Ik weet niet precies wanneer dat er komt. Maar ik hoop dat het zo snel mogelijk komt. En kijk eens wat we daar hebben. Oh, dan hoeven we nog niet eens lang te zoeken naar onze... Lightfruit. Dan hoeven we nog niet eens lang te zoeken naar onze baas. Oké, nou, Plantera. Heb ik hier ergens een grote ruimte? Want echt serieus, deze kleine ruimte, dat stinkt ineens. Poef! Ik zei poef! Sterf! Open! Deze kleine ruimte is niks. Ik weet nog niet eens waar dat hij eigenlijk wakker wordt. Plantera! Oh, boven ons. Oké, dan ga ik hier naar beneden toe.
Doei, Plantera. Ik wil uitkijken tot ik niet te ver naar beneden ga. Hey, Plantera. Hey, Plantera. Hey, Plantera. Hey, Plantera. Plantera. Oh, dit is onder water. Fijn. Loopt dit hier door? Heel donker hier. Dit is niet echt een bepaalde plek waar ik hem zou willen bevechten, maar goed. Plantary. Oh, daar ben ik. Ik probeer naar die open ruimte te gaan. Oké, nou, we doen hem een beetje schade. Echt, in zo'n kleine ruimte, dat is gewoon niet te doen, jongens. Dus, oh-oh. Oh boy, oh boy, oh boy. Help. Hier naar beneden. Hier naar beneden. Oh, oh boy. En ik maak weer diezelfde fout, hè. Oh, 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 oh. Oh ja, Plantera, die zullen we zo verslagen hebben. Dus dat kan ik heel snel fixen. Hoppakee, tweede vorm. Hele kleine ruimte hier. Ik ga niet dood in de laatste aflevering, Plantera. Nog niet, misschien. Dank je. Oh, we hebben weer een Skull Kid base dinges. Oké, nou. Geef me heel even een seconde, dan doe ik heel eventjes... video. Dat gaat automatisch naar die resolutie toe. En dat vind ik wel jammer, maar kan ik niks aan doen. Goed, even zwart scherm. Zie niks. Nou, jullie wel, ik niet. Oh, ik word geraakt door iets. Ik word geraakt... Oh, 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 oh. Ik moet wegwezen hier. Ondertussen dat ik dat doe. Doe dat nooit in een jungle. Oké, nou. Ik ga heel eventjes kijken hoe dat ik de slimebos maak. We hebben een nieuwe guide. Hé, wat heb jij nou? Heb jij nou eindelijk een van de legendary items die je ook kunt verkopen? Nope. Oké, heel deze let's play. Maar één... Oh, oh, oh. Let's play vloek op zijn best. Oké, Maxwell. Kom eens eventjes hier. Want ik... Nee, ik wil niet shoppen. Ik wil Maxwell even spreken. Crafting. Oké, hoe maken wij de King Slime? Gold crown. Of een platinum crown. Oké. Dus, en hoe maak ik een crown? Resources? Ik heb maar 2 gold. Dus we moeten echt gaan farmen voor gold. Dat is echt een nadeel. Oké, nou deze die mag weg. Ik heb bijna geen inventory space meer over, man. Oh boy, oh boy, oh boy. Oké, nou. Ik heb hier goud. Crafting, gold. Hoe maak ik zo'n kroon? Hoe maak ik zo'n kroon? Daar hebben we hem. 30 gold bars en een ruby. Oké, dus we hebben heel erg veel farming te doen dus. Oké, nou, dat heb ik zo gefixt. Ik ga heel eventjes offscreen, eventjes sorry, dat we zoveel mogelijk kunnen farmen. Dus, ik zie jullie in een seconde. Oké, nou, ik heb mijn spelanken heb ik nou bij me. Dus wat we gaan doen is, we gaan gewoon heel eventjes ondergrond. Het enige dat we nog hoeven te verslaan namelijk is Duke Fishron en de Slime King. Maar we moeten dus eerst eventjes wat voor goud... Dus ik denk voor de laatste keer, tot ik, gewoon een fast forward erin gooien. Dus fast forward commencing! Oké. Nou, inventory die hebben we helemaal vol gegooid met zooi. Dus eventjes gelijk even alles weggooien. Oh, 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 oh. Deze dingen die zou ik bewaren, waarom ook niet. Die mag weg, die mag weg, die mag weg. Ja, trouwens, gooi het allemaal in resources, om ook mij het uit. 436, zouden wij daar genoeg golden bars van kunnen maken? Dat is de vraag. 99. Nee, wij kunnen daar niet genoeg bars van maken, hoor. Oh, 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 oh. Oké, nou, dus even wachten. Dan even bij de resources. Quickstack! En dan mag deze hier eventjes bij. En dan hebben we er dus 30 van nodig. 30. Dat is nog 17 bij. Ik zei 17. Zo.
Eens even kijken. Ja, die wil ik eigenlijk wel houden bij de ammo. Zet het daar maar even bij. Zo, kopweb. Die mag weg, die mag weg, die mag weg, die mag weg, die mag weg. Hebben we nog meer wat weg mag? Ja, die mag weg. Oké, hebben wij rubies? Tuurlijk hebben wij rubies. Wat dachten jullie dan? Natuurlijk hebben wij rubies. Oké, nou. En dan hebben wij ruby. Die hebben we. Oké. Dus dan moeten wij hier. Ik neem aan dat er hier is een crown. Ja, golden crown. En waar maken wij dan? Volgens mij bij een demon altar. Zeg me niet dat bij een demon altar is. Alsjeblieft zeg me niet dat bij een demon altar is. Demon altar. Tuurlijk. Oké, nou dan gaan we gewoon naar de tweede comment. En dan gaan we daarna nog eventjes die twee laatste bazen doen. Dus, aflevering 44, want 45 heeft geen comment. Mijn excuses daarvoor. Even dit weghalen. Oké. Aflevering 44. De laatste comment die gekozen gaat worden. Komt van... Poef! Milan Smit. Milan Smit, even kijken. Want de rest van de comment moet er nog even bij komen. Dus zo, dan hebben we daar ook weer. En die had geschreven... Het is een coole let's play. Ik vind Terraria bij niemand leuk, maar bij jou wel. Nou, dat vind ik een heel groot compliment. Dankjewel, Milan. Echt, dat is het grootste compliment wat je me kan geven op dit moment. Dus heel erg bedankt natuurlijk voor die reactie. En jij bent de laatste die geselecteerd is voor de mensen van de Wall of Comments. Nou, iedereen die dus net maar niet gewonnen heeft, toch enorm bedankt voor jullie support, jongens. Ik kan jullie niet vaak genoeg bedanken. Echt, jullie support is gewoon zo geweldig geweest. En nou zit ik al eventjes te denken, want volgens mij had ik... Oh ja, daar zit er één. Ik moest heel even kijken waar dat ik hier ergens nog een demon altar had. Maar die hebben we gelukkig eentje hier bij de hand. Maar voor de mensen die dus niet op de Wall of Comments zijn gekomen. Jullie zijn natuurlijk ook enorm belangrijk. En echt enorm bedankt voor jullie support die jullie hebben gegeven tijdens deze series. Het lijkt... Ja, ik vind het heel vervelend. Maar ik kan niet iedereen blij maken natuurlijk. En ja, anders zou het een hele aflevering zijn met alleen maar mensen. Dus ik hoop dat jullie het kunnen begrijpen. Sorry dat jullie dus zeg maar niet geselecteerd zijn. Maar jullie zijn echt... Ook geweldig awesome. En het is echt moeilijk om ja, mensen te moeten teleurstellen met dit soort dingen. Dus ja, mijn excuses daarvoor dat ik dus zeg maar niet iedereen blij daarmee kan maken. Nou, het is avond. Ik weet niet of de King Slime alleen maar bij de avond spant. Dus ik ga hem gewoon oproepen. Mocht hij nou overdag alleen maar spannen, dan ja, kennen we nog altijd de tweede oproepen mocht dit falen. Dus we gaan hem gewoon oproepen. King Slime is awaken. Waar is hij? Waar is hij? Blijf hier gewoon stilstaan. Oh, kijk hier nou toch eens. Hallo. Je bent nogal groot. Hier. Krijg een knal. Krijg nog een knal. Krijg nog een knal. Ja, serieus, man. Je bent... Oh, je laat heel veel kleine slimpjes achter. Oh, nou is hij er geweest. Nou is hij er geweest. Alleen maar bij mijn minions die ik oproep. Volgens mij gaat hij dood bij vuur damage. Dat zou wel grappig zijn. Pat! Nou, dat was King Slime. Die heeft gedropt een ninja shirt en een slime hok. Nou ja, die is op zich best wel lang. Kan ook 3 keer vuren. Ah, decent. Is eigenlijk best wel een goede early. Vergeet niet, het is een pre-hard mode boss. Dus ja. Goed, nou dan gaan we dus zeg maar voordat we naar de prijsuitreiking gaan. Gaan we naar de laatste baas toe. Omdat dit wordt een ultimate boss run. Dus er kan geen baas ontbreken. En de enigste baas die we dus nog moeten hebben. Is niemand minder dan onze Dookie. En met Dookie bedoel ik natuurlijk Dookie Visheron. Dus. Nou hoop ik dat ik de Duke Visheron Wings te pakken ga krijgen bij deze drop. Dat zou helemaal geweldig zijn. Dookie. Heeft ons enorm veel problemen gegeven met toen wij hem voor de eerste keer probeerden te verslaan. Die heeft best wel veel deaths op onze naam kunnen krijgen. En daar was ik geen blij konijntje over. Nu is het tijd. Om te zeggen. Dookie. Het is tijd dat jij... Je eigen bubbels tegen je neus aan gaat krijgen. En dat we jou helemaal verslaven door in onze dommers. Afgekeurde Magikarp. Oké, okay, ik vond echt een van de geweldigste comments over Duke Visheron. Afgekeurde Magikarp. Met je bubbelbeam. Nou ja, ik persoonlijk, ik weet niet of dat bij iedereen is. Nee, want ik richt daarvan, oh ja, als jij het persoonlijk hebt en ik heb het nog nooit gespeeld, dan ga ik het ook proberen. Vind ik het persoonlijk ook de beste wapen. Ik vind persoonlijk echt de Flareon een van de beste wapens van Terraria. Ik weet... Ik heb mensen gezien die doen onmogelijke dingen met andere wapens. Maar voor mij is het gewoon dus echt, zeg maar, de Flareon. Dus, ja. Ik zou zeggen, als je het spel speelt. Of vindt, misschien, wie weet.
Probeer van alles uit. Ik bedoel, ik heb zelf heb ik al 500 uur. Met deze Let's Play ben ik echt gewoon, heb ik iets van 150 uur ben ik extra bezig geweest. Met opnemen, farmen, weet ik het allemaal nog meer. Dus ja, wat jullie zien. Nou, ongeveer gemiddeld een aflevering was een half uur. Nou, we hebben 45 afleveringen. Dus dat zijn 22,5 uur is deze Let's Play ongeveer. Gemiddeld. Je kunt het zien in de playlist natuurlijk. Maar gemiddeld, houd op 23 uur. Kun je nagaan hoeveel dat er wel niet weg is geknipt van farmen en weet ik het allemaal. Je kunt hier zoveel tijd in besteden, echt. En mocht je nou niet winnen, het spelletje is niet zo duur. Dus ja, op Steam, ik geloof dat hij nou 10 euro... 10 euro. Soms heb je wel eens een summer sale, dan is hij zelfs maar 2,50. Dus, ja. Echt, de Taule die had bij mij zeg maar toen een keer een hele leuke rekensom gedaan. En die zegt, voor elke game die je koopt, moet je voor elk uur dat je speelt eigenlijk 1 euro rekenen. En heb je dus voor een spel bijvoorbeeld 45 euro betaald, dan zou je dus minimaal zeg maar 45 uur dat spel hebben moeten spelen. Dus, en dat vond ik eigenlijk best wel mooi. Nou, dit spel dat kost dus... Nou, nog een tientje. Dus na 10 uur zou je het spel er dan uit hebben. Zo, als je het zeg maar zo kan berekenen. En ja, ik heb hier dus nou al, ik weet niet hoe vaak, dan dat eruit gehaald is. Oké, maar goed. Eventjes onder oponthoud. Duke Fischeron. Wij gaan je zo hard ponen met je eigen wapen. Nee, wel goed doen. Vijver die staat ook al klaar van. Hey, ga je pakken. We zijn er niet eens meer bang voor die gasten hier. Hoppakee, Dookie. Hallo, Dookie. Hallo, Dookie. Hallo, Dookie. Hallo, Dookie. Ah, Dookie. Dookie kan mij niet pakken. Dookie is een domme vis. Dookie, Dookie, Dookie. Ah, kick hem dan. Kick hem dan. Zie hem struggelen. Volgens mij gaat hij nou in zijn tweede fase. Ja hoor, hij zit in zijn tweede fase. Dookie. Ah, Dookie. Wat ben je boos? Je hebt me nog niet één keer geraakt, man. Probeer me nou eens even te raken. Probeer het nou eens een keer. Probeer me nou eens eventjes te raken met die lelijke bakkers van je. Oh, daar hebben we de Sharknado's hoor. Raken die mij? Nope. Dookie is verslagen. Dookie heeft niet kunnen winnen. En weer een bubblegun. Echt weer de middelvinger die we toen hebben gehad. Ach, het maakt ook niet uit. Jongens, ik ga naar de giveaway. Ik vind het mooi geweest. Dus, nou. Even kijken. Even mijn lijstje erbij pakken. Ik ben door de randomizer geweest. Oh, ik kan niet geloven dat het geëindigd is. Gewoon begonnen met een houten wapen. En nu op dit moment ben ik nergens meer bang voor. Dus... ik kan overal gewoon doorheen rushen als ik zou willen. Oh, goed. Nou jongens, de tijd is aangebroken. Tijd voor de giveaway en de tijd voor het einde van deze Let's Play. Hoe erg dat het ook is. Het spijt me zeer, maar echt aan elke Let's Play komt een eind. En aan deze Let's Play dus net zo goed. En de volgende Let's Play die gaat dus ook van start. Maar nou, zonder eerst. Wij gaan beginnen met de giveaway. Goed. De Smash Dog Tag. Dat is de eerste die we gaan vinden. En de randomizer is gekomen op aflevering 8. Oké, dus dan gaan we heel even kijken. Volgens mij is dit aflevering 1. Ja. Dus dan gaan we kijken wie heeft aflevering 8. Is dit aflevering 8? Episode 8. Milo van der Wouden, die raam in je huis lijkt op een gezichtje, is de winnaar van de Smash Dog Tag. Yay! Oké, Milo, je krijgt een privéberichtje op YouTube sowieso. En daarop kun je dan antwoorden, je gegevens zeg maar, tot ik hem naar je toe kan sturen. En dan heb je zo snel mogelijk de Smash Dog Tag in huis. Ik denk dat ik pas maandag ga versturen, aangezien het vandaag vrijdag is en ik nog best wel druk heb. Dus mijn excuses daarvoor, maar je hebt gewonnen. Gefeliciteerd. Dus daar gaat de eerste giveaway naartoe. Oké, randomizer. Welke nummer heb jij gekozen voor het weggeven van de game? Plus een secret. De secret is namelijk... de game komt met de map die we hier dus zeg maar hebben. Dus je krijgt de Let's Play wereld, krijg je erbij. Nog spannender te maken. Oké, randomizer, turn. Tell us the number that we should learn. En de nummer van de comment van de dag is... nummer 5. Oké, dus onder de 10. Prima randomizer. Oké. Wie is comment nummer 5? Tom Bos, natuurlijk kies ik het zwaard van Darth Vader en Sith, oftewel rood lichtzwaard. Nou, we zien hem daar toevallig. Tom Bos, jij bent de winnaar van een Terraria. Ik ga jou zo snel mogelijk een bericht sturen via een privéberichtje. Met daarop de gegevens die ik nodig heb om jou het spel te sturen. En natuurlijk om jou te vragen, om jou dus zeg maar, tot ik jou de map kan sturen van de Let's Play serie. Dus ik ga alle wapens zetten, ik netjes even in een kistje neer.
En daarmee krijg je dus zeg maar dan een volledig kopie. Dus alle wapens die we hebben gevonden, die liggen hier. Flashback huisje, comment huisje, staat allemaal op. Tom Post, gefeliciteerd met deze giveaway. En voor iedereen die op de wall of comment staat, het spijt me, ik kan niet meer weggeven. Maar jullie zijn geweldig, jullie zijn awesome, ik ben echt zo... We hebben een heel huis vol met comments. Ik wist nog niet eens of het mogelijk zou zijn om dus zeg maar de comment wall vol te hebben. We hebben 45... Of 45, ik wil elke keer 45 zeggen, maar dat kan niet, want dit is aflevering 45. Maar we hebben dus 44 comments van 44 verschillende mensen. En dan nog heb ik niet iedereen op een naam kunnen zetten. En dat... Aan de ene kant is dat zo moeilijk en echt, dat vind ik aan de andere kant ook zo vervelend. Maar ik wil jullie daar toch sowieso voor alle support, alle likes, alle deelacties die ik af en toe nog wel eens een keer voorbij zie komen. Ik wil jullie daar zo enorm voor bedanken. Dus ja, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar jullie zijn gewoon echt geweldig. Jullie maken dit mogelijk. En wat ik ga doen is, ik ga nou gewoon de aankondiging geven voor de volgende Let's Play. En ik hoop jullie maandag natuurlijk allemaal te zien. Morgen ga ik een livestream doen. Dat wordt Blind. Ik heb de Binding of Isaac Rebirth gekocht. Ik heb hem nog nooit gespeeld. Nooit van gehoord. Ja, ik heb er wel van gehoord. Ik heb hem wel een keertje bij Nienwezen gezien. Maar ik heb geen flauw idee wat hij daar aan het doen is. Dus ik heb hem nog niet aangeraakt. Ik word helemaal blind. Dus dat wordt morgen om 6 uur. Dus een leuke ervaring hoop ik. Dus ik hoop jullie dan allemaal natuurlijk te zien bij de livestream. En met dat gezegd te hebben, dank ik jullie voor het kijken. En de volgende Let's Play gaat een Zelda game worden. Dat is het enigste wat ik zeg. En ik heb heel vaak die vraag gehoord. Wat is mijn favoriete Zelda game? Nou, maandag. Dat is mijn favoriete Zelda game. Eindelijk een keer in het Nederlands. Jongens, enorm bedankt voor jullie support. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik wens jullie echt het fijnste en beste weekend toe ooit. En kijk je dit op een andere dag, dan wens ik je het beste en fijnste dag toe ooit. En ik hoop jullie allemaal te zien in de volgende Let's Play. Voor de mensen die Terraria niet leuk vonden, toch bedankt voor jullie geduld om toch te blijven hangen en wachten tot deze Let's Play over is. Kan niet iedereen blij maken. Heel erg bedankt voor jullie geduld. Ik kan jullie niet vaak genoeg wel bedanken. Ik dank jullie voor het kijken. En ik hoop jullie morgen te zien bij de livestream. En maandag bij de nieuwe Zelda Let's Play. Tot dan jongens. Doei.